De opleiding kwaliteitsmanagement in de visserijsector is maandag van start gegaan. Deze opleiding, waaraan 24 personen deelnemen, is een samenwerking tussen het ministerie van LVV en het NATIN. De opleiding is in het kader van de waarborging van de voedselveiligheid op vis- en visserijproducten. Suriname exporteert vis- en visserijproducten naar verschillende markten in het buitenland. Sinds het jaar 2000 voldoet Suriname aan de EU-richtlijnen met betrekking tot de bewaking van de voedselveiligheid bij de productie en het verhandelen van vis- en visserijproducten. Het theoretisch deel van de opleiding duurt een jaar en wordt vervolgd met een stage van 6 maanden. Cursisten die de opleiding met succes doorlopen, krijgen een certificaat van het NATIN. De geslaagden worden gekwalificeerd als kwaliteitsmanagers en zullen moeten zorgen voor de bewaking van de kwaliteit van vis- en visserijproducten in Suriname.